Zo, hertog Emilio, daar zijn we dan nu in Moria. Ik ben hier gekomen met jou omdat? Omdat? Ik ben nog niet helemaal zeker over dingen. Vooral over Almeria, Yennavos, Myrdania, Mykonos. Mm-hmm. Want er is een oorlog geweest. Ja. En ik voel me door die oorlog niet meer helemaal zeker hier in Almeria. Dat kan ik me best begrijpen. En ik ben hier gekomen omdat we nog wat dingen voor de oorlogen dingen moeten bespreken ofzo. Maar hoe moeten we dan nu verder gaan? Want jij zegt iets van je voelt je niet meer veilig of je voelt je niet meer goed hier. Nee, het zit zo van, wat Ties dus zei is van dat hij terugkomt. Maar wij zullen je beschermen, Emilio. Ik verwacht dat ik gewoon opeens wordt geambushed ofzo. Dat gebeurt niet. Wij kunnen sowieso bescherming voor jou bieden. En we kunnen sowieso gewoon alles eraan doen om hun weg te houden eigenlijk. Mm-hmm. Ik had trouwens nog wel een idee. Het is een heel goed beslissing. Een goede beslissing eigenlijk van. Vertel eens. Ik wil gaan kijken of ik met je navels kan gaan samenwerken. Hoe bedoel je met je navels kan gaan samenwerken? Dat ik een tussenpersoon word tussen Almeria en je navels, waardoor wij een bondgenootschap met hun kunnen maken. En waardoor wij, als wij hulp nodig hebben, hun kunnen inschakelen. Maar dan moet je toch heel Moria weer opnieuw maken? Nee. Maar dit is toch het dichtst bij Myrdania en... En je navels is in het zuiden. Dus Myrdania is weggevaagd. Weet ik. Maar ze zeiden dat ze een nieuw land zullen vinden. En ik heb gehoord van Mykonos dat ze sowieso gewoon ergens in de bergen zitten rond. Ik heb het gezien. Ze zitten ergens in de bergen. Dat snap ik. Maar ik kan niet precies vertellen waar, maar ze zitten er wel in. Ja, oké. Ik snap het, maar... heeft u nog belangrijke feiten of heb jij nog wel belangrijke dingen om te vertellen of zo? Ja, Almeria heeft meer man nodig. Ja. We moeten snel recruteren, want Mykonos haalt ons in, Myrdania haalt ons in. Het gebeurt ook wel, er komen nog speciale toernooien, alles komt nog. Het lukt allemaal wel. Er zijn nieuwe spelers nog in aantocht. We hebben nu 8, 9 spelers. Of 8, 9 mannen. Inclusief jij dus en je man Fernando. Je rechterhand, toch? Ja, en daarover wil ik graag spreken over mijn rechterhand. Vertel eens eens. Kijk, we zijn er nog niet klaar mee. We hebben een snufje. En dit kunnen we misschien ook ergens in Almeria gaan zetten. En dat is dit. Wij kunnen onze chestrooms gaan verbergen. Dat is heel handig. We hebben 2 ingangen dat we ergens bij een troon kunnen zetten of ergens waar ze het niet verwachten. Zoals bijvoorbeeld ergens in de barakken of in de tuinen of zo. En of bij ons bloedzwaard, waar nu de beacon is. Bij ons redstone zwaard waar nu de beacon is. Ik denk dat gewoon wordt gezien, dat mensen daar gaan kijken. Want het is wel het zwaard van Almeria. Ja, maar daar zit dus nu ook de beacon. Maar ik ben dus ook zo steeds bang dat de beacon dan wordt gestolen. Daarom. Ik ben bezig. Ik ga spioneren bij Kingdoms. Want ik vertrouw het niet helemaal meer. Heb je dan nog mannen nodig? Mika, Liam, Grutpier? Zeg het maar, Domblondje. Ik ga kijken. Ik wil misschien iemand nieuw gaan recruteren. Heb je al een beetje iemand in het oog? Die ook komt die van deze wereld of komt die van een ander land? Zoals Myrdania, Mykonos. Hij komt niet van een ander land. Hij is een meester assassin. Dat zeg ik wel. Meester assassin, ga door. En ik wil hem dus gaan recruteren. Ik moet hem vragen. Ik moet met hem onderhandelen. Ik mag verder niks erover vertellen. Wat is zijn naam? Ik mag geen nadere informatie vertellen, want dan zou ik het kunnen verraden aan andere kingdoms. Ik begrijp dat volkomen. Dus ik hou alles geheim. Ik hou je op de hoogte wanneer ik kan. Ja. Maar voorlopig kan het nog niet. Oké. Okay. Oké. En er is nog één ding, want ik heb zo het gevoel
dat we hier worden bespioneerd. Hoe bedoel je? Dat gevoel heb ik niet vaak. Kijk, op mijn speciale kaart zie ik ook geen spelers, alleen maar monsters. Oh, ik val in de mijnen. In de mijn. Ja. Maar hoezo, ziet u dan iets? Misschien is die SS en dan niet luisteren. Ik heb niks verteld hoor. Nee. Waar je op bent. Hij is hier vast niet, dus maak je maar geen zorgen. Het is allemaal gewoon goed, Emilio. Je hoeft je echt geen zorgen te maken meer. Nou ja, wij zullen je volkomen beschermen. Jij, jouw stad en jouw land. Wij zullen je sowieso beschermen, volkomen. Je zei, heb je nog mannen nodig? Ja, ik heb trouwens inderdaad mannen nodig. Zoals je ziet, Moria is niet af. Het gaat echt sloom. Ik moet nog een toren bouwen, een poort. Er moeten nog muren komen. Huizen, van alles. En ik kan veel mannen regelen, als je wil. Ik kan ook misschien mannen van Mignos proberen te over te halen, zoals misschien Stoned Law of Party Swagness. Misschien kan ik hun proberen over te halen om mee te werken hieraan. Zodat zij dit later misschien proberen af te fikken, maar dat gaat dan helemaal niet gebeuren trouwens. Want dat garandeer ik je zeker, 100% zeker garandeer ik je dat. we moeten kijken. Ik zal zien hoe het hier gaat worden. Ja. Nou, bedankt voor de meeting. Ik geef je nog iets als bedankt dat jij in Almeria komt. 2 golden apples van het huis. Speciaal voor jou. Dank u. Geen dank. Ik moet weer terug naar reizen naar Almeria. Dus ik zal wel weer terug gaan. Ik doe weer mijn helm op omdat ik moet gaan. Nou ja. Ik ga. Okay. Dag. Doeg. Ik groet u, hertog Emilio. Groet u terug. Heer Joris.